Hey allemaal, welkom bij vlog 4. Dit is een vlog van sinds ik terug ben van India tot nu. Dat zullen ongeveer 2,5 week, 3 weken zijn, zoiets denk ik. Het is enorm druk geweest met de opstart van een nieuwe winkelverantwoordelijke en allerlei andere projecten. En ik moest er ook eventjes terug inkomen, maar nu ben ik er helemaal weer klaar voor om jullie vanaf volgende week wekelijks van een vlog te voorzien. Maar forgive me please. Birds flying high. Goedemorgen, wij zijn gisteren na 4 vluchten en meer dan 30 uur onderweg thuisgekomen. En dan hebben we pureepatatjes met appelmoes. En ja, de rest heeft zoovlees gegeten. Ik heb vegetarische brokjes gegeten. Het is 7 uur. En ik ga direct beginnen werken. Joe! Sun in the sky, sun in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Ik ga dus nu vertrekken naar Centraal Station in Antwerpen, waar een tennisplein staat opgesteld door de European Open. Want zij willen een recordverbrekingspoging doen. Dus om het record om te langs tennissen met elkaar te verbreken. Maxime Braakman gaat deze uitdaging aan. Hij tennist dus tegen allerlei bedrijven en bekende mensen, waaronder Kim Gevaert, Tia Hellebout, Jan Kooijman en mezelf. Ik ben wel geen BV, maar ik mag op een of andere manier toch ook meespelen. En om 7:30 vannacht moet ik tegen hem tennissen en ik ga grandioos verliezen. But I don't care, ik heb er wel zin in. Spannend, want het is dus zoals ik zei al heel lang geleden. Maar we gaan er best van maken, hè. Go, go, go. En het allerbelangrijkste vergeet ik nog te vertellen. Het is dus voor het goede doel, SOS Kinderdorpen. Gisteren de eerste dag van onze nieuwe winkelverantwoordelijke, Stefanie heet ze. Ik ga ze zo meteen ook tonen, want ik ga naar daar gaan. Op een moment kwam ik hier binnen en ik vroeg gewoon, zoek je toevallig nog iemand? En ze zeiden, toevallig, volgende week gaan we het pas uitbrengen dat we iemand zoeken. En 3 maanden lang heb ik moeten wachten, proef gedaan en zo, ging allemaal heel goed. En kijk nu. Yay! Ik ben naar een vriendin van mij waar ik toch de gewoonte mee heb om tweewekelijks of maandelijks toch minstens een keer samen te koken, omdat we heel dicht bij elkaar wonen, dus dat is super makkelijk. Hey. Ik ben groot wel. Wat zeg je? Ik ben broek openstaan. Waarom? Als je thuis komt, moet de broek open. Oké, en route. Het is donderdag al vandaag. Ik ga nu mijn nagels laten doen bij Harper's Beauty Nails. Heb ik hier tegen? Céline! Ah, en de schattige Ralf. Oh my god. Die is zo cute. Die is zo cute. Anneleen is bij mij thuis. Oh, nee. Voor foto's te trekken. Voor welk? Voor een oprecht voor school.
en zwaaide eens. Dat is zijn eigen kind, ik denk het. Ja. Oh my god. Ja, die zat van zijn eigen. Ja, dat is het. Hoe dat begint al. Ja. Ja. Oh, die is zo schattig. Het is zondagochtend en ik ga... Allee, het is al bijna wel... Middag? Nee, 10:30. Ik ga naar kantoor vertrekken. Ik ga daar aan mijn vlog werken, aangezien mijn computer kapot is. Alleen mijn laptop. Dus daar staat een computer waar ik op ga werken. En dan ook mails. En ik moet morgen presenteren op Karel de Grote. En ik heb de tekst al ongeveer af. Allee, ik weet wat ik ga zeggen. Maar ik wil er graag nog een PowerPoint bij maken. Dus dat ga ik ook doen. Maar het is keigoed weer. En ik wil eigenlijk veel liever iets gaan doen met mijn vriendinnen. Of met Liloetje. Maar... het zal er niet in zitten vandaag, helaas. Meet my best friend! Yay, vlog in zoals altijd ben ik gehaast. Ik ben super zenuwachtig, want ik moet gaan spreken op Karel de Grote. Ik mag een soort gastles geven over Clouds of Fashion en vooral over de modeshows. Dus ha! De eerste echte bal hangt erin. Je gaat mij niet vloggen. Minneke. Jawel. Hier is een napje. Hier zit mijn maiskolf. Wat is dat? Amai, give me mayonaise. Ik heb mayonaise in deze kast. Ja, is onion rings. Mm. Lekker? Ja. Praat nog eens wat tegen uw eigen. Hallo jongens! Dat was zo. Het is te laat, hè. Goedemorgen, het is maandag en Anneleen is hier weer. Ze had nog niet alle foto's, dus dat zijn wij aan het doen. En daar is Maxime. Die is alle pakketjes van de weekend aan het inpakken. En daar is Stefanie. Good morning. Alleen zot? Toch niet alleen? Hey, nog eentje erbij. Yippie. Ik ben aan het wachten op Lilou, want die is aan het kakken. En dan gaan we naar kantoor, gerief halen, terug naar de winkel, zodat Stefanie kan beginnen met prijzen en alarmeren. Want hij moet morgen in de winkel, die nieuwe collectie. En dan straks komt Sam mij halen.
Wat gaan we doen, Sam? Ja, we gaan naar Utrecht. En wat gaan we daar doen? Lightspeed Connect. Zo'n droom. En dat is dat uit. Zo helemaal aan het opgaan in zijn glamour moment. Ja, absoluut. Oh, dat hadden we toch niet voor mogelijk, hè? We gaan zien dat Frauke al heeft gemaakt. Dat zijn we aan het overlopen. En dan ook hoe het allemaal is begonnen, wat we tot nu toe hebben gedaan. Ik ga straks met mijn vriendinnen naar 808 in Plein Publiek en outfit kiezen. Be like. Kleren overal. Fuck my life. Fuck my life. Zie wat een berg. Cheers! Oh my god. Ik ben net terug van een hele dag werken in de winkel en ik ben kapot. En wat ga ik nu doen? Thanks for watching. En als jullie de vlog leuk vonden, geef daar even een thumbs up. En abonneer jullie ook op mijn kanaal. Dat zou ik enorm appreciëren. Dankjewel voor het kijken. Bye bye! Drifting on by you.